Ja. Nou, in ieder geval, Peter Vlasveld, dankjewel voor ja, dit gesprek met jou en jouw ervaringen die je dan hebt met Money to Work ook. Hè. En nou, dus je bent al een aantal jaren bezig, hè? Je bent al eerder verbonden toen met in de periode van Alles met Thijssen, waarbij je iets minder begeleiding kreeg. En sinds wij het hebben overgenomen in 2022 met meer coaching en begeleiding, heb je inderdaad meer opgepakt. Hè? Dus ja, in ieder geval welkom, Peter. Klopt, inderdaad. Ja, dankjewel. Graag gedaan. En ik ben zeer weer, nu ik bij pensioen ben, weer lekker actief. Dus we gaan er weer een mooie tijd van maken. Sinds enkele jaren volg ik je alweer. Dus dat komt wel goed, Mooi. denk ik. Ja. Nou, en wat zijn je ervaringen eigenlijk met daytrading en ook met money to Daytrading. Ik work ben eigenlijk? begonnen enkele jaren geleden met Harverwijk, met het TradingView. Toen ben ik inderdaad wat bezig geweest met allerlei andere dingen. Ik heb toen daarvoor deed ik wat daytraden met een Cyprische broker, een beetje loense. Ik verdiende daar veel geld en met olie en met gas. Maar na dat verlies bleven ze me pushen om meer geld te storten. Ik had wat winst weggehaald, dus er bleef nog op centjes over. En toen zeiden ze, ja, eens bijstorten, bijstorten. En dat vond ik een beetje te creaky. Dat heb ik uiteraard niet gedaan. En ik denk dat ik daarmee een hoop debakel heb voorkomen. En toch wat te doen heb ik met Harverwijk die TradingView systeem gedaan. En we rondkijken en die mensen leren kennen. En onder andere jou leren kennen. Persoonlijk een paar keer mogen ontmoeten. En het klikte. En er was ook behoorlijk veel openheid over mijn vragen en mijn onwetendheid. Werd alles goed uitgelegd. Ik begin met crypto's. Ik vond het ook optisch leuk, maar crypto's trokken mij wel. Leuk geld mee verdiend door het systeem wat jij had. En toen heb ik ook inderdaad daarna goed op tijd alles verkocht. Dus dat doe ik niet veel meer. Na een tijdje kwam ik aanraken met MTW van Alois en Marjan. Het heeft me eigenlijk nooit losgelaten. Ik heb het systeem aangeschaft en ben lekker gaan bezig gaan, lekker gaan klooien. En ik begon met €200 per account. Later verhoogd naar 1000. Want ja, als je net wat meer handel, kan je net wat meer verdienen zonder wat risico te nemen. En zoals velen van ons moet ik ook gewoon werken voor mijn geld. Dus verliezen is natuurlijk nooit leuk. En met de begeleiding vond ik het toch wel goed. Er waren enkele bijeenkomsten, wat sparren. Maar nu merk ik dat ik na vele malen meer begeleiding is. Er zelfs maandelijkse bijeenkomsten zijn. Toegankelijke 1-op-1 sessies, communicatie onderling, dagelijks traden met Leonne. Dat is me erg goed bevallen. En ja, dat was toch wel een leuk iets. En ik heb daar een tijdje ja, gewoon mogen werken ermee. En ik heb dat vooruitgang om van de meesters te leren. Aan een drukke baan ben ik inderdaad ja, toen betreft de achtergrond geschoven. Maar nu ik met pensioen ben, met vervroegd pensioen, mag ik doen wat ik zelf wil. En tijd voor het daytraden, want dat heb ik toch losgelaten. Ik denk, nou, dat ga ik toch wat doen. Ik heb vorige week met jou een call ingepland. Op een nieuwe iMac gezet. Gisteren zelf nog op een laptop gezet. Dus dat ging ook prima. Nu kan ik weer heerlijk traden. Ik ben nu met de demo bezig weer, om toch weer even erin te komen. En ik zie uit naar de live coachingsdagen in de huizen om vele traders live te mogen ontmoeten. En ook eindelijk een keer met Leon kennis te maken. En mijn doel is om naast plezier ook te leren kleine aanvullingen op het pensioen te kunnen krijgen. En ik ben me ervan bewust dat ik niet gelijk met volle schepen zal binnenvaren dat geld. Maar er wordt ook nooit gouden bergen beloofd. Maar met wat training en geduld zal op den duur toch volgens mij moeilijk moeten kunnen zijn dat je een team €25 per dag zou moeten kunnen verdienen. En dat is van gemiddeld doel. En ik ga ervoor om een hoop mensen te kunnen inspireren. En mij kunnen inspireren via beleggen.com. Verder te kijken, te onderzoeken. Ja, wat we leuk vinden. En in deze community zijn er best genoeg specialisten die je kunnen helpen en willen helpen. Of het nu gaat om beleggen, of opties, of dividendbeleggen, daytraden of crypto's. Is dat eigenlijk wat wils? En voor mijn trainer, het daytraden er bovenuit.
En op de bank is het geld niet bewaard. Dus nee, ik heb daar wel een goed gevoel bij. En ik wil daar op een leuke manier wel mee werken. Dus nee, een klein beetje het verhaal. Naast het pensioen doe ik ook veel fietsen, zoals je gezien hebt. En ik wil Europa nog een beetje bedenken, nog een beetje gaan ontdekken. En ja, mijn grote droom is nog steeds naar Azië te fietsen. En, maar ja, het is een leuke tijd beleven, het belangrijkste. En onderaan de streep een klein beetje verdienen. Dat was een klein beetje het verhaal zo. Oh, dat is fantastisch, Peter. En ja, mooi dat je goed geïnspireerd bent, hè? Je hebt ook aangegeven dat je nu alle tijd hebt om leuke dingen te doen, fietsen. Een rondje langs of over de wereld. En met goede begeleiding daytraden oppakken. Of blijven daytraden. En dus inderdaad, je hebt een tool in handen waarbij je dus ook bijkomende verkoopsignalen krijgt. Ja, klopt. Ja, inderdaad. Dat werksysteem werkt zichzelf. En wat Ja. je toch moet leren voor de meeste mensen. Ja, En nee, ook dus. voor mij ook is het ja, de emoties, hè? De emoties moet je echt goed onder controle houden. Dat Ja, klopt inderdaad. ik zag vanmorgen weer. Ik denk, ja, die trigger de vinger, die moet je toch loslaten. En je moet leren het systeem te doen. En er is uiteraard een verschil. We hadden even vanmorgen ook. Jan Robert is Jan Robert en Leonie is Leonie. Klopt. Leonne. En ik ben Peter. Dus ieder heeft zijn eigen, nou, strategie zeg ik niet, maar emotie. En systeem. En jij moet doen wat jij het mooiste vindt. Ja, en daar slaat ook de spijker op zijn kop, hè. Het is, met daytraden is ook een persoonlijke ontwikkeling, net als beleggen. En je moet je ook je eigen, ja, je eigen pad, je eigen gang leren, je eigen tempo. En met een goede begeleiding, een goede tool in handen, dan ga je stap voor stap omhoog. En daarbij begeleiden we je graag, Peter. Dus dank je wel voor het delen van je ervaring. En tot Graag de gedaan. volgende meeting. En online meetings natuurlijk. En tot volgende week, ja. Ja, Dankjewel. tot binnenkort.